Zeg het maar eens. Wat een dagen, jongen. Ja? Wat een tijd. Veteranen, wat een tijd om te leven. Ja? Dat is niet normaal. Ja, dat is echt niet normaal. Ik doe even een bril op, jongens. Ik heb het gevoel dat ik al 8 dagen achter elkaar wakker ben en aan het werk. Ja, doe maar even je brilletje op, jongen. Even lekker dat blue light brilletje. Ik heb ook blauwe lampen aangedaan, speciaal voor Team of the Season, jongen. Allemaal om jou blij te maken. Ja, dat vind ik wel echt weer netjes van jou. Ja. Dat doe jij echt goed altijd. Dankjewel, jongen. En ik zal jou vertellen. Nou. Wij krijgen vandaag Son en Sala. Dus dan hebben we Royce en Robben om weg te tieven. Ja, nee. Vandaag moeten we echt even lekker cashen, jongen. Of een goede player pick hebben of cash shit. Dus één van die twee. Of beide. Ja. Maar één van die twee ben ik tevreden. Beide. Liefst wat cash misschien erbij. Zeg jij eens 1 keer Rashford? Rashford. Oké, dat wordt hem. Ja, dat werkte net wel, ja. Op een ander account, maar ja. Zo'n vet. Je bent zo'n vet vies naar Joch eigenlijk. Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Ja, omdat jij zo kritisch bent op EA. Dus we gaan die jongen... Ja, ik zweer je dat mensen dat denken. Die denken echt dat ik gepleased word zodat ik niet meer ga klagen over EA. Denk ik ook. Dat zou zo kunnen. Stel dat dat blijkt. Krijg ik over 2 jaar zo'n melding. En zeg, Aski, viel je niet iets op de laatste 2 jaar? Ik zou dat doen. Gewoon, ja, dat je wordt gebeld door zo'n onbekend nummer. Ja. So, are you satisfied, Mr. Rokus? Hoe? Satisfied? Ja, satisfied? Ja, je vergeet het. Juist, ja, satisfied. Ja. Satisfied. Ja. Satisfied. Satisfied. Raar woord. Juist. Maar in ieder geval is toch mooi. Ja, als je in één keer gewoon anoniem gebeld bent. Je hebt, wie is dit joh? Zo'n accent. Je hebt geen idee wie aan de lijn hebt. Is iemand van IEA? Precies. Het zou wel mooi zijn. Precies, jongen. Doe maar mooie verhaaltjes vertellen, jongen. Mooie dingen inbeelden. Oké, jongen. We gaan gewoon goede dingen pakken. Ik wil wel eventjes een shout-out doen naar dat vette joch in Arnhem. Want je hebt goed gespeeld afgelopen weekend. En dan zie je wat er kan gebeuren. Gewoon zeker. Elite gehaald samen. Ja, zeker. Jij hebt ook een keer je best gedaan voor de veteranen. Huh, wat is dit dan? Ik zie een ander lettertype dan normaal. Ja, dit is de PlayStation 5 vers. Die heeft mooiere lettertypes. Oké. Okay. Nou, zijn de rewards ook wat mooier. Spel ineens. Dat werkt, hè? Ja, wat een mooi spel ineens, hè? Ja, het is echt zo, hè? Ik ga dit weekend op de PS5 versie spelen helemaal. Nou. Oké. Okay. Ik hoor alleen maar... Neem jij je gameplay op, jongen? Gameplay? Een walkout bedoel je? Zo mooi. In vorm. Dat ik ook al... Nee. Allebei niet. Of wat? Trippier. Ik had ook een zieke flash. Dit is wel een goede opwarmer voor de Engelse spelers die we straks gaan krijgen. Precies. Kijk, zo moet je denken. Had jij een flash? Wat dan? Zieke flash. Ja, omdat door die borden. Ik heb al heel, zo lang geen pakketje meer geopend. Je ziet dan, ik had een walkout, maar ik dacht dat het gelijk een Team of the Season was. Door die flares die je nu hebt en zo, die komen. En die zijkanten en noem het maar op. Dus ik dacht gelijk bij de eerste packje al, terwijl het een walkout was, dat het een slecht pakketje. Dat het een Team of the Season was, maar dat was... Oké, nou, bedankt weer voor dit prachtige verhaal. Wat een mooie anekdote is van jou vandaag. Ja, maar vandaag, kijk maar, als je hem opent, kijk, je ziet eerst dit al, dan denk je, oh, dat is nieuw. En dan zie je die borden en dan zag je een walkout en zie je die lijn. En ja, het is even wat anders dan normaal, snap je? Ja, een borden, een lijn. En corona. Hij lacht. Oh, daar is die. Oh, wat? Oh, ik zie het ook niet. Huh? What the fuck? Zag jij hem eerder dan ik of was het echt toeval? Dat was echt toeval. What the fuck? Nee, ik zag het. Oh, teringlijn. Ik zag het, jongen. Ik zie alles al in de verte. Moet je nagaan wat een delay hierin zit. Ja, dat is niet normaal, hè. Maar sowieso, altijd als wij bellen, dan praten we door elkaar heen. Ja, daar word jij gek van, hè. Ah, dat is zo verschrikkelijk. Dat je allebei de hele tijd tegelijk iets wil gaan zeggen. Ja, dat krijg je als je twee enthousiaste hengsten bij elkaar zet. Die al dagen loops zijn. Ja. Kijk, als jongen. Loops als een enthousiaste teef. Precies, kijk. Dit beeld, jongen. Hebben we überhaupt dit beeld dit jaar gezien op de veteranen? Volgens mij niet. Ik kan me het niet herinneren. Nou, moet toch eigenlijk wel. We spelen al weet ik hoeveel weken. Hebben wij geen 1 keer elite gehad? Nee, volgens mij. Ik weet het echt niet. Volgens mij niet. Hmm. Vette, mm-hmm. Jij mag zeggen waar we gaan beginnen. Ik begon vooraan, maar dat werkte niet goed. Nee, we beginnen in het midden. Okay, dat doet niemand namelijk. Precies. Jij bent heel erg links, ik ben rechts. Dus daarna gaan we naar een van die. Maar we beginnen in het midden, Leiland. Komt ie, jongen. Mm-hmm. Heb je er zin in? Ja, ik heb het tussen mijn tand. Dat is zo irritant. Oké. Okay. Irritant. Daar komt ie, jongen. Hier gaat ie komen. Dat is niet normaal. Oh nee. Dan zie je die vlag en dan denk je, het is hem. Is dit dan? Wat zijn het? Het lijkt wel een... Wie is dit, ja, man? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ja, jawel. Zeg het maar. Ja, wat is dit? Je ziet twee van die Arabieren en dan nog zo'n krullenbol en dan die Gundogan. Ja, echt het gevoel alsof ik naar een vluchtelingenkamp op Lesbos zit te kijken. Die neus ook. Hij lijkt een beetje op Ahmed. Quasimodo, ik weet niet. Ja, maar... Het is El Ghazi zonder L. Ja, oké. Okay. Nou, ja, misschien dat Gundogan wel goed is. Nee. Maar het is lekker, okay. Zo chill. Dan heb je weer gratis SBC als je hem inflikkert. Oké, okay. We gaan naar mij. Ja? Ja. Komt ie, jongen. Hier gaat iets goeds komen. Ik voel het. Het kan gewoon niet anders dat hier iets goeds zit. Kom op, jongens.
Ah, die Fofana heeft best goede stats. Ja, zullen we hem gewoon maar kiezen dan? Of denk je dat we hem niet? Ja, Suchek is wel onze held van begin van het jaar, hè? Ja, hij is wel... Kerel, kijk die stats, man. Ja, kijk, hij is een keer dan betrouwbare speler. Wat een beest. Ik denk dat hij wel goed is in-game. Ik denk ook dat hij niet slecht is. Ik denk een soort Ballack, alleen dan de geëvalueerde versie. Precies, en hij linkt met... Ja, met, zeg het maar. Jan Koller. En Barros. Precies, en is het ook de meer. Daarom. Kom op, jongen. Kom op één goede player pick. Eentje die in de basis kan, jongens. Kom op, man. Hey. Kom op, man. Kom op! Nee. Dit is toch niet normaal. Dit is wel heel slecht, dit. Dit is wel echt... Dit is echt triest gewoon. Want dan hadden we net gewoon wel voor die gast van Leicester kunnen gaan. Ik was het alweer vergeten, ja. Dat al die kneuzen van die... Man. Ik heb nog nooit van die gasten gehoord, joh. Hey, wie is dit? Aldo Sarri? Ah, nee, die Gomis, ja. Cristiano, hij heeft nog toch wel... Toch zit hij wel elk jaar in. Ja, blijkbaar kunnen die gasten wel voetballen daar. Hij heeft 4-4. Goeie stress. Ga je het toch niet gebruiken, jongen. Hoe heb ik het? Moet het positief... Nou, dat hoeft hij. dit is echt kut, Weiland. Ja, ga maar gelijk naar die drie Team of the Seasons. Ik wil het nou gewoon weten ook. Ja? Kom op, man. Niet? Even één lekker player pickie. Kom op, man. Wat is dit? We hebben geen walkout gezien. Wat is het? Weer die corona? Weer? Zijn broer? Ah, oh, nee. Zijn moeder? Gimenez. Hier. Een Bergie. Man. Die is toch geschorst? Ja, lekker. Oh, Bergie. Oké, jongens. Ik hoop natuurlijk dat Ajax wint komend weekend. Ja, hier gaat het allemaal in gebeuren. Ja, ik hoop zeker dat Ajax wint, jongen. Ik ben echt de Ajax-seed dit weekend. Oh, die Fofana, jongen. 260k. Fofana. Ja. Fofana. Fafinona. Jongens, hebben jullie iemand in je vriendengroep die net zo dyslectisch is als dat Joch? Want dan wil ik er graag een keertje mee opnemen. Oh, man, wat baal ik hiervan. Fafona. Fafiona. Vet joch, je bent zo heerlijk joch. Je bent net zo dyslectisch als je moeder. Ik denk dat we... Oké, we gaan een voorspelling doen. Ik denk dat we krijgen Ederson, ja? Gundogan en Suchek. Ja, ik denk dat we Son krijgen. Son, en Salah. Son en Salah. Ja. Ja, dan krijg Son en Salah. Krijg je eerst Salah en dan Son. Oké. Oké, dit is het belangrijkste pakketje bijna uit ons leven. Kom op, hier gaat het in gebeuren. Zullen we onze ogen dicht doen? Misschien moeten we dat een keertje doen. Ja? Ja, dat deden we vroeger wel altijd. En dan openen als we tegelijk kijken. Ja, dan klik je hem even door. En dan klik je op R3. En dan op L2. Ja, dat is moeilijk. Oké. Dat gaat verkeerd bij mij. Kom op, man. Jongen. We klikken gewoon, ja? Kom. Enthousiast. Zet die 12 hersencellen van je nou eens aan het werk, man. Ik klik. Ik kan er niet meer tegen, Weiland. Doe je ogen niet dicht? Nee. Kom op. Oké. Kom op. Een Portugees. Oh. Kom op. Een Engelsman. Nee, een Egyptenaar. Een Braziliaan. Ik zei het toch. We krijgen die vieze Ederson. Oh. Maar goed, dit is niet slecht, want er kan van alles nog achter zitten, wij. Wat dan? Nou, er kan een Son achter zitten. Er kan een Rashford achter zitten. Zo ging het bij mij ook. Hè. Ik had een Rashford dus hier nog achter. Ruben Dias, Cancelo, Suchek, Mount, Vardy. Ja, ik heb er wel echt een slappe lul van gekregen, want ik ben bang dat het verkeerd gaat. Maar... Ik heb er geen hard hoofd in, maar... Oh, man. Ja, ben je er klaar voor? Komt ja, op. Ik wel. Kom op. I was Rashford. Ready to be born. Oh, niet slecht. Nee, is prima. Dit is prima. Dit is Cancelo, 500k, Vardy, 300k. En Ederson? 100k. Nou, dan hebben we bijna een miljoen. Hier, hoppa. Vette, ik ben... Echt tevreden. Ik weet zeker dat het slechter kan. Ben je tevreden, ja? Ja, ik ben tevreden. Ja, tuurlijk. Kom op, man. Heel eerlijk. Je kunt oprecht echt slechter krijgen. Ja. We hadden ook Ederson, Vardy en Gundogan kunnen hebben. Klopt. We hadden ook... Hè? Ga maar door. Hier, kijk. We hebben al een miljoen. Zo. Jezus, Mina. Dat ging wel heel snel. Ja, nu is de vraag. Wat gaan we doen met dat miljoen? Met onze poen? In de schoen. Precies. Het is... Ja, lastig. Dit is ons team. Ah, die gek gaat er wel uit. Die Edouard gaat eruit. Ja, ik vond hem niet slecht. En Emre Can gaat er ook uit. Ik verkoop maar gewoon gelijk. Ja, Emre Can vind je niet goed. Die Blanke is goed, hè? Ja, Blanke is goed, maar ik zou hem wel weghalen. Ja? Of niet? We hebben Suchek, hè? Hier. Precies. Daarom. Ja, wel echt Royce kut, man. Bank, Royce ook bankie? Wat is kut? Ja, dat we niet één goede... even een player pickie nog extra hadden, zeg maar. Ja. Ik vind het niet slecht. Echt niet. Nee, ik snap wat je bedoelt, maar... Hier, Tagliafico. Je wil ook hem nog, hè? Fucking zieke kaart, hè? Klopt. Ja, we gaan een mooi team bouwen, jongen. Dat, dit weekend dan gaan we nog beter spelen dan ooit, Weiland. Die Suchek, die kan toch niet slecht zijn? Ik geloof niet dat hij slecht klopt. Is. Dat kan gewoon niet. We gaan ook gewoon met een basis spelen, toch? Ik geloof niet dat hij slecht is. Nee, hij is ook niet slecht. Dat kan toch niet, voor dat geld? Ik snap het niet. Ja, dat vette, komt door... vette, wat is er? Maak je niet druk, jongen. Hij is ook niet slecht. Ja, maar mensen onderschatten. Suchek gaat ons... Jij ook. Suchek gaat ons aan elite halen.
helpen, helpen. Ik zei dat zijn gouden kaart toen al fijn was. Weet je nog, toen moesten we... hadden net een team van 500 munten bij elkaar. Toen hadden wij zijn eerste inform, volgens mij. Nee, we hadden ook zo'n... Ik kocht hem toen gewoon zijn gouden. Toen, echt? Toen hadden we toch iets van 10.000 muntjes. Toen kocht ik hem als CDM. Naast Van de Super. Beek of zo, ik weet niet, zoiets was het. Ja, dat team begonnen we toen mee, ja. Ja, jongen, dan moet je even terug. Klopt. In de tijd. Ja, jongen. We hebben zoveel mooie dingen meegemaakt eigenlijk, vette. Moet je nagaan van hoe ver we gekomen zijn en waar we nu staan. Ja, dat is niet normaal. We hebben zo'n schitterend jaar achter de rug. Ik moet ook zeggen, bedankt jongens voor 60.000 abonnees. Ja? We hebben 59,9 volgens mij nu, maar toch even vooruitschrijdend inzicht. Ja, inderdaad. Voortschrijdend. Vette, ik moet er vandoor, jongen. Echt? Ja, ik word er weer door de baas opgeroepen. Ga je jezelf besnijden? Dienst. Hey, dat is wel een goede oplossing, ja. Ja, dat deed ik gewoon zonder na te denken. Ik deed het gewoon terwijl ik niet eens dacht wat ik aan het doen was. Dat was ziek, hè? Maar ja, hoe wil je dit nu oplossen? Ja, we hebben nog sowieso voor morgen even... Ik moet even tegen de kijkers zeggen. Morgen hebben we een Icon Packie Koen. Plus Premier League tot SBC. Oké. Plus we hebben nog iets van 1 miljoen munten. Dus morgen gaan we in ieder geval Icon Pack nog openen. Van Icon Swaps. We gaan die Premier League Team to Season SBC doen. En we spelen dan samen een potje. En dan zaterdag of zondag zien ze ons morgen een potje. Morgen is Weekend League, jongen. Ja, daarom. Een potje Weekend League. Oké. Okay, komt goed. Allemaal goed. Is goed, vette. Ja? Hey, bedankt voor de aanwezigheid. Bedankt dat je tijd vrijmaakt voor de veteranen. En dan tot ziens. Te inleiden. Graag gedaan, jongen. Dat ik weer 18 pot heb gespeeld. Oké, okay, jongen. Hey, ik heb net zoveel, hè. Ik heb precies net zoveel. Oh ja. Ik ben goed bezig. Vaarwel. Bye, Bas. Zoon voor je moeder hier.